is zo'n verhaal wat je normaal eigenlijk in Amerika bijvoorbeeld ziet. Hè? In Amerika heb je altijd van die verhalen dat er mensen 30 jaar onterecht in de bak zitten. En dan denken wij altijd in Nederland, oh wat heftig, de Amerikanen, dat rechtssysteem, dat werkt voor geen meter. En dit is nou zo'n verhaal dat het ook in Nederland voorkomt. Dus dat er gewoon een rechtssysteem in Nederland is wat gewoon gefaald heeft. Het is heel, heel bijzonder als je ziet wat ze heeft moeten doorstaan. En hoe sterk ze eigenlijk is. En hoe sterk ze eruit is gekomen. En ook dat ze altijd heeft gezegd, ik heb het niet gedaan. Dat herinner ik me wel, dat ik heb het niet gedaan. Hè? Dat zij dus eigenlijk al eerder wegliep. Dat herinner ik me. Ik heb dit niet gedaan. U zegt, ik vind het goed. Voor mijn gevoel was dat dus een vrouw, die een verpleegkundige die allemaal mensen had vermoord en die gepakt was. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ze vrij was gekomen. Dus dat was eigenlijk heel gek toen ik deze film, toen ze dat vertelde, waar het over ging. Dat dacht ik, oh ja, die zaak die ken ik, ja. Iedereen was al bevooroordeeld. Eigenlijk was zij al veroordeeld. Hoe ze werd getekend. Je merkt ook dat als je mensen vertelt over het verhaal over Lucia de B, dat iedereen wel een beetje weet hoe het zat, maar niet helemaal. Beetje de klok en de klepel, dat verhaal. Dat had ik zelf ook. Is die vrouw vrijgekomen? Had ze het niet gedaan dan? Dus in mijn beeld was ze nog schuldig. Dus dat laat al zien hoe heftig het heeft gewerkt in de, ja, in de hoofden van alle mensen in Nederland. Ja, dat mensen al een beeld hadden of dat ze eigenlijk al veroordeeld was. Het is toch vaak zo dat als je dingen in de krant leest, dat je denkt dat is zo. Dat is waar. Er zijn er nog een hoop die denken dat Lucia de B al inderdaad allemaal mensen heeft vermoord. Of dat je denkt van ja, ze had dat toch gedaan en ze was ten onrechte veroordeeld. Maar dat was wel waar, niet waar. Nou, niemand weet echt precies hoe het zit. Dus ik kan me voorstellen dat het heel goed is dat dat verhaal nu een keer helemaal tot in details wordt verteld. Ik vind het heel mooi dat je via deze film ook weer ziet van ja, je moet gewoon altijd zelf blijven nadenken. En niet achter dingen aanlopen waar je eigenlijk geen weet van hebt van waar het vandaan komt.